Goedemiddag. In het kielzog van het Publifijn-schandaal in Wallonië duikt nu een gelijkaardig verhaal op in Vlaanderen over de intercommunale Publipart. Dat meldde het laatste nieuws en de nieuwswebsite Apache. Verschillende Gentse schepenen kregen bij Publipart de afgelopen jaren vergoedingen van elk zo'n 20.000 euro per jaar. Wat ze daarvoor moeten doen is helemaal niet duidelijk. Voorlopig wil ook niemand daar iets over zeggen. Opnieuw gaat het over een geheimzinnige NV Publipart, deel van een intercommunale waar ook de stad Gent in zit. Bekendste koppen daarbij, tot voor kort Tom Balthazar, de opvolger bij SPA voor burgemeester Daniel Termont. En Christophe Peters, schepen van Financiën in Gent. Maar er zijn in totaal 17 bestuurders. Wij kregen alleen Patrick Boes aan de lijn, ex-kabinetchef van burgemeester Termont. Ik zou u graag een paar vraagjes stellen over Publipart. Ja. Kan dat? Nee, ik ga daar geen commentaar op geven. En waarom niet? Omdat ik geen commentaar ga geven over Publipart. En ook niet wat Publipart doet? Publipart is met belastinggeld aandeelhouder bij energiebedrijven Elia en Fluxys. En ze beleggen ook van dat geld bij banken. Om daarover te vergaderen worden de bestuurders best riant betaald. 2 jaar geleden keerden ze zichzelf 360.000 euro aan premies uit, voor 17 bestuurders dus. Omgerekend, volgens een systeem waarmee ze betaald worden, zou elke bestuurder 19.000 euro per jaar of 1.600 euro bruto per vergadering krijgen. Het geld dat Publipart via banken belegt, gaat bovendien naar heel dubieuze bedrijven. Dubieuze beleggingsfondsen die investeren in chemische wapens en bedrijven die de mensenrechten niet respecteren, ja, dat kan voor ons absoluut niet. En het feit dat bestuurders, onder andere schepenen van de stad Gent, daar 19.000 euro per jaar bij verdienen, ja, dat kan absoluut niet.